Hallo, ik ben Chris van het jongerenpersagentschap Stamp Media. We zijn een jongerenpersagentschap en dat betekent eigenlijk dat jongeren tussen de 16 en de 26 jaar bij ons terecht kunnen. Dat betekent eigenlijk jij. Hoe gaat dat in zijn werk? Mensen die een idee hebben kunnen bij ons terecht. Wij helpen jullie om een idee uit te werken tot een journalistieke publicatie. En heel belangrijk voor jullie, studentenjournalistiek, is dat als dat eenmaal klaar is, dat we dat ook uitsturen naar andere media. Dus het komt erop neer dat je bij ons een product kan maken dat we na de rand uitsturen naar reguliere media en dat dat misschien opgepikt wordt bij een van onze mediapartners. Wie zijn die mediapartners? Dat is bijvoorbeeld Antwerpen.be of een techsite Blovi, maar ook de redactie.be, knak.be en andere online kranten. Een paar keer per jaar maken wij ook een magazine en dat heet De Pitmag. Wat is daar speciaal aan? Dat is een week lang dat jongeren die ofwel journalistieke ervaring hebben ofwel helemaal niet samenwerken rond één thema dat dan op het eind van de week een magazine wordt. Heel belangrijk daarbij is ook dat er een gasthoofdredacteur is die normaal gezien altijd iemand is uit het werkveld. Vorige keer was dat bijvoorbeeld Johan Vaas van de Standaard. En het kan nuttig zijn als student journalistiek om die mensen natuurlijk persoonlijk te leren kennen. Daarnaast houden wij alles wat jullie maken of alles wat we uitsturen van jullie houden we bij in een portfolio. En dat kan ook heel handig zijn als er ooit een dag komt dat je denkt, nu ben ik klaar voor de arbeidsmarkt, dat je gaat solliciteren en vraagt, hey Chris, kan je mij alsjeblieft mijn portfolio een keer afprinten? Dan is dat met één druk op de knop gebeurd. Daarin staat dan welke publicaties je gemaakt hebt en waar die zijn overgenomen, op welk moment enzovoort. Als je 12 publicaties hebt bij ons op binnen een jaar tijd, vragen we voor jou ook een perskaart aan bij het VJV. Het komt erop neer dat je daar normaal €60 per jaar voor betaalt. Wij betalen dat eerste jaar voor jou. Als je die dan wil verlengen, is dat €30 voor, vanuit je eigen zak betalen het jaar daarna. Een ander voordeel is dat je bij ons wel eens achter de schermen een kijkje kan gaan nemen. We zijn heel vaak in de zomer bijvoorbeeld een festivalredactie op verschillende festivals in Vlaanderen. Een unieke kans om wat artiesten te interviewen of een festival eens van achter de schermen mee te maken. Maar andere dingen zijn bijvoorbeeld, je kan via ons veel makkelijker aan een accreditatie komen. Als we dat in naam van Stamp Media doen, is dat makkelijker dan dat je dat in naam van jezelf als student journalistiek doet, natuurlijk. Wat bieden wij jullie uiteindelijk? Een platform waar jullie je eigen mening kunnen laten horen. Een plek waar professionele begeleiding is. Waar je nog mag falen. We geven geen punten, dus je mag nog op je bek gaan. Je vindt een groep leeftijdsgenoten die een heel breed netwerk hebben. We hebben een 300-tal actieve leden in onze Facebookgroep. En natuurlijk een plek om te experimenteren. Hoe kan je nu het makkelijkst bij ons terecht? Dat is gewoon door mij toe te voegen op Facebook of een keer langs te komen op de redactievergadering. Dat is iedere woensdag tussen 6 en 8 op onze redactie in Antwerpen. Dus hopelijk tot snel.